In de vroegere Zomerstraat, nu de Heuvelstraat, staat aan het begin, het ligt eraan van welke kant je komt, of aan het einde van de Heuvelstraat, het mooie protestantse kerkje, Pauluskerk heette. Wij kennen het als protestantse kerkje. Er staan een paar hele mooie dingen binnenin. En de stadsgids, Wim Franke, die neemt ons mee naar binnen. Ja, meneer Franke, hoe zat het toch met die protestanten hier in Tilburg, dat katholieke zuiden? Ja, dat was wel een probleem. Het is eigenlijk terug te voeren naar de strijd tussen de Spaanse en de noordelijke Nederlanden. En wie nam daar natuurlijk het voortouw? Prins Willem van Oranje, onze Willem de Eerste. En hij bekeerde zich tot het protestantisme en ze verwonnen van de Spaanse en kegelden de Spanjaarden het land uit. En toen ging er dus iets anders gebeuren in Nederland, want het protestantisme werd een soort van staatsgodsdienst, waardoor alle katholieke kerken werden afgenomen van de katholieken en gegeven aan de protestanten. En dat gebeurde ook in Tilburg. En zo is het verhaal inderdaad, dat de Heikense kerk, dat die een katholieke kerk was, maar die werd dan ingenomen door de protestanten. En uiteindelijk, toen de protestanten weer een eigen kerkje mochten gaan bouwen en de katholieken hun kerk weer terugkregen, toen werd dit kerkje gebouwd. Dat klopt helemaal, want de protestanten die namen de Heikense kerk in. Ik heb me laten vertellen, zowat 7 mensen, die konden die kerk natuurlijk niet onderhouden. En het werd bijna een bouwval. De protestanten werden eruit gegooid, omdat Lodewijk Napoleon, de broer van de grote keizer, een bezoek bracht aan Tilburg. Wij kregen toen ook stadsrechten. Maar hij deed nog iets anders heel belangrijks. Hij zei, ik geef de grote kerk terug aan de grootste geloofsgemeenschap. En dat was hier het katholicisme, de katholieken. Maar hij deed nog iets heel slims. Hij zei, geen ruzie in de tent hier. Ik geef ook nog 8000 gulden voor een nieuwe kerk. En dat is deze kerk geworden. Maar het leuke daarvan is, wat ik gelezen heb, tenminste moet u even corrigeren als het niet zo is, dat uit die oude kerk, dus die Heikense kerk, die later ook weer opnieuw gebouwd is, mochten die protestanten een aantal mooie dingen meenemen om in deze kerk weer tentoon te stellen en te gebruiken. Ja, en dat is ook wel begrijpelijk ook, want die mensen hadden een nieuw orgel gekocht. Die hadden daar een hele mooie kansel in staan. Ze hadden mooie eikenhouten banken. En ze bedongen, ja, we gaan er wel uit, we krijgen wel een nieuwe kerk, maar we willen toch ook wel wat meenemen. Zeker het prachtige orgel van de orgelbouwer Beets uit Utrecht uit 1758. En de kansel, en dat mochten ze. Ze mochten het meenemen. Wordt dat orgel nog wel eens bespeeld? Dat orgel wordt wel eens bespeeld, maar meer in de zin van als er concerten gegeven moeten worden. Voor de gemeenschap hier wordt meestal een harmonium of een piano gebruikt. Nu wordt deze kerk toch nog gebruikt door een protestantse gemeenschap. Dat zijn mensen uit Indonesië. Dat klopt. De protestantse kerk in Nederland, vroeger de Nederlands Hervormde Kerk, die hebben deze kerk verkocht aan de Geraya Christen Indonesia Nederland. De Indonesische protestantse kerk. En dat is een klein wonder voor Tilburg ook. Want als hier een projectontwikkelaar in was gekomen, dan was deze kerk niet meer in al deze schoonheid te bewonderen. Ook nog iets over de 2 hele mooie gebrandschilderde ramen. Ja, daar had de protestantse gemeente hier in Tilburg geluk bij. Want Van den Berg, van den Berg Krabbendam, de BK, dat was een protestantse meneer. En ja, zoals al die mensen wilden toch eigenlijk wel graag wat achterlaten voor het nageslacht. En die schonk de kerk een klok, die is door de Duitsers meegenomen en na de oorlog een nieuwe klok gegoten. En 2 prachtige gebrandschilderde ramen. Natuurlijk niet met heilige afbeeldingen, maar met afbeeldingen van taferelen uit de Bijbel. Aan de linkerkant ziet u dan de verloren zoon en even kijken, de barmhartige Samaritaan. En aan de rechtse kant de verloren zoon. Het zijn inderdaad prachtige ramen die echt goed tot hun recht komen. Zoals alle dingen hier in de kerk. Nu is deze kerk dus door een gemeenschap, wordt die nog gebruikt. Maar je mag deze kerk ook huren. Ja, ik weet daar natuurlijk als stadsgids niet zoveel van. Maar de kerk kan gebruikt worden voor ook andere dingen. Zoals bruiloften, uitvaarten, met minder religieuze achtergrond.
feesten, voor heel veel dingen. Het wonderlijke in deze kerk is ook dat er helemaal geen beelden en ook geen Mariabeeld, maar ook geen Onze Lieve Heer aan het kruis te vinden is. Nee, de protestanten die beelden in het algemeen geen personen af. Althans niet als heilige. Hè? Dus de barmhartige Samaritaan als tafereel uit de Bijbel wel, maar niet als heilige. Dat doen zij niet, nee. Maar ze hebben ook niks met Maria. Ze hebben alles met Maria. Ik heb het speciaal gevraagd. Maar ze zien Maria als de moeder van Jezus, zoals dat ook in de Bijbel staat. Maar niet die speciale plaats die Maria bijvoorbeeld heeft in een katholieke kerk. Zij is de voornaamste heilige in de katholieke kerk. Deze instrument heb ik wel ooit horen bespelen en er wordt hier ook wel Indonesisch gedanst soms. Maar ze geven een bepaalde toonshoogte waarmee dan muziek gemaakt wordt. Ja, ook een heel bijzonder meubelstuk, noem ik het maar, in deze kerk, meneer Franke, is de koningsbank, want hij zat er. Ja, inderdaad. En deze koningsbank is ook meegekomen uit de Heikense kerk. Maar aan de overkant is de herenbank. Eigenlijk was het de bank voor de bestuurderen van de kerk, dus de ouderlingen. Het bijzondere van deze bank is dat die dus de plaats was waar koning Willem II de protestantse diensten in deze kerk bijwoonde. Soms in gezelschap van zijn familie en soms ook alleen. Ook koningin Wilhelmina heeft in deze bank gezeten bij een bepaalde gelegenheid. Ik weet nu niet meer precies welke, maar dat is wel bekend. En deze kerk had trouwens sowieso belangwekkende en bekende kerklidmaten, want koning Willem II woonde in Tilburg, dus hij was lid van deze kerk. Maar ook Vincent van Gogh, als kleine jongen, als domineeszoon, moest hij natuurlijk van zijn vader hier ter kerke. In 1822 werd de eerste steen van deze kerk gelegd door het zoontje van de ouderling, Momma. Buiten de kerk is daar ook nog wat van te zien. Er staan eigenlijk ook wel bekende namen op. Franken, mogelijk van de fabrikant, en Vrede, mogelijk familie van Pieter Vrede. De preekstoel, maar eigenlijk de kansel, is ook echt oud. Hij is echt oud. Hij komt ook uit de oude kerk die nu op het heiken staat. En is meegenomen omdat ze natuurlijk een aantal meubelstukken mochten meenemen uit die kerk. Hij is van rond 1750, eikenhout. En hij is een beetje veranderd, want er zat vroeger een doopschaal aan. En die doopschaal die hinderde de dominee zozeer, omdat je elke keer daar zich tegen stootte, dat ze hem eraf hebben gemaakt en een losse doopvond doopschaal hebben gemaakt.